Ontspannen rekken. Rug, billen, benen. Laten we starten in ruglig. Ga lang uit op de vloer liggen, benen omhoog. En duw om en om je rechter en linkerbeen zo hoog mogelijk. Wandel in de lucht. Duw je rechter en linkerbeen zo hoog mogelijk. Buig je benen. Duw en trek je knieën van je weg en naar je toe. Wieg heen en weer. Losmaken van de onderrug en de heupen. Spreid de gebogen benen naar buiten en laten we vervolgens een cirkel maken van buiten naar binnen. Verder losmaken en massage van de onderrug en de heupen. Overdrijf met je bewegingen. Maak de cirkel zo groot mogelijk. Open zijwaarts, trek de knieën naar je borstkas en duw zo ver mogelijk van je weg. Open, trek ze op en duw ze weg. Maak een grote cirkel. Neem een band of een handdoek en sla deze om je rechtervoet heen. Strek je been. Voel de rek aan de achterkant van je been. Versterk de rek door licht aan de band te trekken. Hier niet overdrijven. Het gaat om een lichte rek. Je moet het alleen voelen rekken, een zeer aangename rek. Beweeg altijd binnen je pijngrens en let op je houding. Wissel van been. Sla de band om de andere voet heen en strek je been. Laat het andere been gebogen en rustend op je buik. Trek je tenen naar je scheenbeen toe. Geniet van deze rek. Breng je aandacht naar je kuitspieren, je hamstrings, je Achillespees en je enkelbanden, alsook licht je bilspieren. Breng je spieren op lengte. Sluit je ogen en ontspan. Laat los en leg de band naast je neer. Laat je linkerbeen gestrekt naar de vloer zakken, terwijl je je gebogen rechterbeen dichter naar je borst trekt. Geef hier de aandacht aan je dieper gelegen bilspier, de piriformis. Vaak vind je bij deze spier de oorzaak van ischiasklachten. Een verzamelnaam voor verschillende oorzaken van rug, bil en beenpijn. Sluit je ogen. Voel de rek in je bilspieren. En laat je gaan. Ontspan.
Breng je linkerbeen naar je borst, knie naar borst en laat je rechterbeen gestrekt naar de vloer zakken, terwijl je je gebogen linkerbeen dichter naar je borst trekt. Houd je nek in een neutrale stand. Sluit je ogen en geef je over aan de zwaartekracht. En voel hoe de spanning loslaat. Focus op je ademhaling. Rustig in- en uitademen. Breng je rechterknie naar je borst en breng je handen in de knieholten en open de benen zijwaarts. Haak als mogelijk de handen in elkaar en buig de knieën dieper naast je bovenlijf. Hier ook sluit je ogen. Voel je vrij om de beweging in deze houding of rol zacht van zij naar zij voor een massage van de onderrug. Voor de volgende oefening neem je terug een handdoek of een band en sla deze om de voeten heen. Strek beide benen omhoog, trek je tenen naar je schenen, hielen naar boven wijzend. En trek de benen licht naar je toe. Forceer niet. Blijf binnen je pijngrens, sluit je ogen. En laat de zwaartekracht zijn werk doen. Een lichte strekking. Ontspan. Laat los en leg de band naast je neer. Strek je lang uit op de vloer. Breng aan één kant van het lichaam de armen en de benen naar elkaar toe. Maak een liggende C-curve met je lichaam. Hier aan de rechterkant. Voel de stretch aan de andere zijkant. Hier je linkerzijde van het lichaam. Je ribben, schouders, heupen en benen. Sluit je ogen en geniet van deze stretch. Kom terug naar het midden en wissel van kant. Armen en benen naar de linkerzijde. Maak een liggende C-curve. Een mooie manier om de zijkant van het lichaam een goede stretch te geven. Kom naar het midden en duw jezelf omhoog in kruissit.
rol over je benen in buiklig. Handen onder de schouders, ellebogen langs het lichaam, voorhoofd op de vloer. Duw jezelf omhoog en strek zo mogelijk je armen op een inademing. En kom terug in de beginpositie op een uitademing. Verplaats je armen zodat de ellebogen zich onder de schouders bevinden. Borst omhoog duwend en loop met je handen in de richting van je lichaam. En ga terug naar de beginpositie. Hoofd naar vloer. Duw jezelf omhoog. Loop met je handen naar je lichaam. En terug. Voorhoofd op de vloer. Duw jezelf omhoog. Loop met je handen naar je lichaam. En terug. Voorhoofd op de vloer. Adem in, til je borst op en houd de onderarmen dicht bij je lichaam en op schouderbreedte. Strek de nekwervels en de kruin naar boven. Een houding die je ruggengraat gezond en soepel houdt. Ademen. De sphinxhouding. Breng je armen naast je en je voorhoofd op de vloer en ontspan. Deze houding is geschikt voor mensen met lage rugklachten. Sluit je ogen, focus op je ademhaling. En blijf zo lang in de houding als je wilt. Bedankt om mee te doen en tot de volgende.